Dames en heertjes, jongens en meisjes, het is weer zover. We zijn er weer. En vooral stoofvlees is terug. Stoofvlees is terug. Ik heb vandaag oprecht iets nieuws bedacht. Oké. Vandaag? Ja? Niet lachen. Niet lachen. Nee, vandaag gaan we lachen. Ik snap het, ja. Ik zal het even de beschrijving lezen. Ja, hier zijn we en gelijk bij 15 minuten kijkplezier. Heb de laatste tijd niet zoveel motivatie, want het kost me best veel tijd. Niet? We geven hem zoveel lof, man. Ja, nou, maar... Stoofvlees. Maar, ook... waar krijg je dan motivatie ja, van? En ik verdien er niks mee. Oh, ja. Ik kan er wel 5 euro geven, zo. Jongen, stoofvlees, zet de volgende keer even je Insta hier. Dan praat ik even met je. Jongen, ik paas je gewoon cent, hoor. Ja, stoofvlees. Oh. Iets van copyright. Ik snap nu waarom die geen geld heeft. Ja, ik ook. Waarom geen geld? Maar voornamelijk TikTok in mijn video, want dan mag je blijkbaar geen zenuwen hebben. Jammer. Nou, laten we gaan kijken. Niet lachen. Ik zei even... van de overheid zien. Nou? Paf. Wow. Oké, Chris. Chris? Dit is wat Roblox, Drieseling. Chris. Ik zat braadworstenleger. Ik ken echt niemand. Als jij braadworstenleger kent, laat het even weten. Sowieso kijkt hij dit gewoon. Braadworstenleger kent echt de content. Nou, braadworstenleger, okay. Als jij wel eens verkracht bent op vis, laat even weten. Mensen, even lekker abonneren. Ik mag zaterdag niet naar de kermis in Enschede om een kut varen. Pas flikker. Griep. Vader heb ik gewoon. Gadverdamme. Heb je wel eens dit gehad vroeger? Dat ik niet naar de kermis in Enschede heb. Dat je echt boos was op je vader. Dat hij iets verbood had eigenlijk. Soort van. Vast wel. Echt zo boos. Ja, nee, niet zo boos. Hij is echt boos. Ik mocht dan wel eens niet gamen. Dan was ik wel boos. Ja, ik ook wel eens. Ik mocht nooit gamen voor 6 uur. Hè, toen ik vroeger. Voor of na? Ervoor. Mocht niet. En dan na het avondeten ook niet, maar ik had wel om 8:30, maar ik mocht zo maar 2,5 uur. Dat was best lang. Ja, maar het is nog best goed geworden. Ja, maar we worden legend, maar we doen het. Game handjes, je weet het, nou goed. 1 hour later. Ja! Mensen. Vanaf 1 uur ben ik op de kermis in Enschede. Ja. Niet meer uit het huis te ontsnappen, niks. Ik heb met mijn vader gepraat. Goed overleggen, ik mag naar de kermis in Enschede. Als je met mij een attractie wilt, kan helaas niet. Nee. Dus zou je voor mij moeten betalen, want ik mag geen geld meenemen. Oh, wie gaat naar de kermis helemaal geen geld meenemen? Ja, ik denk mensen die lampjes en muziek gewoon leuk vinden. Ik vond de kermis niet leuk. Nee, ik ook niet zo. Ik ben ook niet zo'n kermis fan. Dit is het echt verkeerd. Nee, I don't get it. Theo. Christian Theo op de brommer en hij valt er vanaf. Die Atemos ook lachen. Valt er vanaf. Atemos die lacht, ja, dan ben ik weg. Ik heb een schuld van ruim 5000 euro. Daarnaast hebben jullie een doorlopend krediet van 34.000 euro. En jullie hebben ook nog een schuld bij jullie dochter van 5.500 euro. Dus de schulden zoals ik ze voor ogen heb in totaal zijn 44.600 euro. Laat ik even naar de inkomsten gaan. Kees, jij werkt als financieel adviseur. En wat ik wel wil zeggen is dat de moeder van mijn kind... Ja, leuk. Is daar gelijk, jongen, wat hartzaak. Vooral, ik wil dat je nu ophoudt. De akkerbouwers zijn helemaal niet kut. Hoe komen jullie koeien anders aan graan? En nou moet je je bek houden, Pascal. Want anders ram ik je echt een keer op je neus. Kind. En die vrienden van je zijn ook kut. Godverdomme dag. Is Rob een beetje als hij boos is? Ja, Rob is wat scheelt het eigenlijk. Ja, dat is waar. Gezeik. Wij zijn niet kut. Ja, Koen met de woordsprong, had ik idee. Ik dacht even dat hij voorbij was, weet je wel. Jij was gewoon stom dronken gisteravond. Met je veel te veel bier. 3 of 4, dat is... Je hebt veel te veel bier gehad. 3 of 4 is wel genoeg, hoor. Ja. Ja. Ja, maar ik ga die verliezen. Allemaal politie erbij. Wat doe je, jongen? Plak je nou gewoon een... Plak je nou gewoon een godverdomme, jongen. Vieze hond, jongen. Nee. Mijn ouders. Nee. Wat is het? Ik ben met mijn ouders aan het bellen. Ik heb maar de vriend, ik heb kinderchocolaat mogen. Dat is niet normaal, ik vind dat niet normaal. Kinderchocolaat. Ik vind dat niet normaal. Jij rijdt nog niet meer met mij, jij bent echt niet mijn kameraden meer. What the fuck, gek? Ga je daarom lachen?
What the fuck, gek? Ik denk niet eens gek. Vind je normaal? Denk ik niet. En wie dan wel? Je naar het met breekbord kijkt. Je van dat met breekbord een cheeseburger bestelt. En de McDonald's medewerker zegt... Nou, dat potje ga ik even poepen. Jij vindt niet leuk? Deze is ook zo goed, heb je deze niet? Dit is zo... Ik liet gewoon dat filmpje omdat die wielrenners over die auto is. Die zijn leuk, hè? Salam alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum. But I'd been forgotten, I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I'd been forgotten, I'd go. Hey man, I'm Pilaat. Dat is goed oud. Ik wil Tante Arts worden. Ja. En lach je, hè? Hey, zeg het eens, waar zijn wij mannen beter in? Nou, ik denk dat mannen beter zijn in staand plassen en vrouwen beter zijn in het zitten zeiken. Haal je toeter uit de la... Hoezo, VBO, hou je toeter uit de la? Oh, wacht, je toeter is natuurlijk zo. What the fuck, ik snap hem niet. Nee, ik snap het ook niet, wat is de fuck toen dat mijn broer van de bolle koe in de wereld kwam? Bieten. Oh. Ja. Maar wat is dan Mark van Bommel? Nou, hou je toeter uit de la. Dat is voor de eerste zin. Hou je toeter uit de la. Dat is toch bieter ook in die VBO. Wat is op ze? Nee, gewoon hou je toeter uit de la. Toeter is toch je maar wat joy. Heeft Mark van Bommel ermee te maken? Die zit gewoon in die clip. Oh, je zit zo'n beetje. Oh. Dat is gewoon een tekst boven. Ik heb het helemaal niet gezien, bro. Kijk eens wat we voor ons hebben. Ik denk dat die 1 pk heeft, die jongen. En wij hebben natuurlijk bij ons 625 pk. Sappareren kan je leren. Hey, zeg het maar. Heb jij een leuke domme vraag? Ja, wij zaten thuis voetbal te kijken, jaren terug. En toen was mijn vrouw, die op een gegeven moment op Teletex, en die zag Fennegoor Vesseling staan dat hij gescoord had. Een week later was dat weer zo, en toen zei ze op een gegeven moment tegen mij, dit is nu al de tweede keer dat ze niet weten wie er gescoord heeft, Fennegoor of Vesseling. Je bent er elk jaar? Ik ben er elke 2 jaar, want er is niet elk jaar een EK of een WK. Weer tafeltennis of zo. Worden we dit jaar wereldkampioen, ja of nee? Hey lul, het is een EK, dus we kunnen helemaal geen wereldkampioen worden. Nee lul. Ik wou laten zien wie een eitje bakt. Een heel lekker ei. We beginnen met vuur. Zo, pannetje erop. Daar gaat zo het eitje in. Scheutje olie. Liefste van de olijf. Een puntje boter. De rest in de pan. Dit ken ik al, toch vond ik hem weer leuk. Ik ken dit stuk helemaal niet. Eitje gaat in de pan. Hoppata. Zo, het eitje mooi omdraaien. Nu zit je in de pan, pak je een bord, maar ook een dartbord zijn, nee. Boterham, papier over het brood, beetje mayo, een beetje ketchup en 2 tomaatjes voor de vitamine. En ook voor de lijn. En als laatste een beetje zuur om te dippen. Zo maar lekker smullen. Dit is echt een goed filmpje, zeg. Hey Mike, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat kun je tegen een sneeuwpop en je schoonmoeder zeggen? Daar heb je de koude kant. Daar heb je de koude kant. Wat leuk gevonden zeg. Ja, dat is mooi, dat is echt goed. Mooi gevonden. Ja. Maar ik heb een goede schoonmoeder hoor. Oh, ja. Ik vind het wel mooi dat iedereen dat even bij zegt. Die mag voor mij 100 worden. Oh, echt ja? Het liefst vandaag nog. Hey, nice car you got there, man. Oh, thanks man. What do you do for a living? I fuck horses. Pardon? Yes, pardon. Hey, bye bye. Kut! Oh! Wie meer komt dan? Nou, stoofvleesje alsjeblieft. Mensen! Ik heb het 1 punt maar verloren. Ja, is goed. Ik kom echt dichtbij. Bedankt voor het kijken. Ik hoop je het leuk vond. Abonneer op mijn kanaal. Een duimpje omhoog achter en tot. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film. Leven net een film. Ik heb geen time.
time, ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai, draai, draai. Mijn leven net een film. Mijn leven net een film. Ik heb geen time, time, time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.